Hallo iedereen, welkom bij The House Cooked. Vandaag gaan we een hele lekkere curry met kip klaarmaken. Je hebt er wel wat ingrediënten voor nodig, maar eens je ze allemaal in huis hebt, gaat het super snel. Ik ga beginnen met mijn kippenblokjes. Daar ga ik alvast een beetje wokolie bij doen. Een beetje wokkruiden. En peper en zout. Als laatste nog een beetje limoensap. Deze mogen even aan de kant. Die hebben we straks pas terug nodig. En ik ga mijn groentjes erbij nemen. Ik ga nu gele paprika, courgette en tomaat in blokjes snijden. Dan ga ik er nog een rode ui bij nemen en die ga ik ook nog fijn snipperen. Ziezo, mijn voorbereidingen zijn klaar. We gaan aan onze curry beginnen. De rode ui gaat er als eerste in. Dan gaan we de kip erbij doen en die mag nu kort en krachtig aankorsten. Dan ga ik daar rode currypasta bij doen. Dat is een echte smaakmaker in gerechten. Je kan het gebruiken in curry's zoals deze, maar het is bijvoorbeeld ook heel lekker om te gebruiken voor soep. Maar gewoon 1 minuutje meebakken. Een beetje zoals tomatenpuree. Dan gaan we nu de paprika en de courgette bij doen. We gaan blussen met de tomaatjes. Ik ga er nog een stukje gember bij nemen. Een beetje bouillon erbij. Het begint hier al heerlijk te ruiken. Nog een beetje vissaus. Dan onze laatste ingrediënt, een stengel citroengras. Ik ga die doormidden snijden. Zo. En dan ga ik met de achterkant van mijn mes de stengel een beetje kneuzen, zodat de smaak extra goed kan vrijkomen. En dan mag die bij in de curry. Voilà, dit mag nu een half uurtje goed doorkoken, zodat de smaken goed met elkaar kunnen vermengen. En dan is onze curry klaar. Onze curry is klaar. Ik ga hem serveren met rijst. Dan gaan we nog afwerken met lenteui.
Nog een beetje sesamzaadjes. En als laatste nog een takje koriander. Een hele lekkere curry, boordevol smaak. Wil je dit ook een keertje klaarmaken, dan kan je het recept terugvinden op samenferm.be. Veel kookplezier en tot volgende keer!